De Extra opent met het bericht dat werknemers van woningstichting FKP gisteren het werk hebben neergelegd op verzoek van vakbond CEBI. Die merkte gisteren namelijk dat de FKP-directie een vrouw heeft aangenomen voor een niet bestaande functie. Het gaat om de functie van administratief magazijnmedewerker. De vakbond is boos en denkt dat de directie de regels wil omzeilen om een bevriende persoon op die manier aan een baan te helpen. CEBI eist dat de benoeming wordt ingetrokken. Verschillende winkels die op de carnavalsroute liggen hebben de afgelopen dagen hun deuren moeten sluiten. Het multidisciplinaire team is onlangs begonnen met controle in de verschillende zaken langs de carnavalsroute. Daarbij wordt onder meer naar de vergunningen en naar de hygiëne gekeken. De zaken krijgen vaak meerdere bezoeken en er wordt streng opgetreden als er niet aan de regels wordt gehouden. Advocaat Murto Murray heeft gisteren de aanval geopend op het Openbaar Ministerie. Dit gebeurde tijdens de zaak waarin volgens het Openbaar Ministerie 4 personen moeten worden veroordeeld wegens corruptie. Het gaat om oud-medewerkers van de refinerie di Corso. Die zouden voor zichzelf geld hebben gevraagd tijdens onderhandelingen. Volgens Murray zit het Openbaar Ministerie compleet op het verkeerde spoor. Hij vertegenwoordigt oud-directeur van refinerie di Corso, Roderick van Quartel, en die is volgens hem 100% integer. Andere mensen hebben een val voor hem opgezet en het zou onbestaanbaar zijn als het Openbaar Ministerie volgens hem doorgaat met de strijd tegen Van Quartel. Het Openbaar Ministerie wil samen met de politie van Curaçao in dit jaar meer alcoholcontroles gaan uitvoeren. Op die manier wil men het aantal auto-ongelukken met dronken chauffeurs verder laten dalen. Afgelopen weekend vond er nog een grote alcoholcontrole plaats. Maar volgens het Openbaar Ministerie is het belangrijk dat de wet wordt aangepast, zodat iedereen die aangehouden wordt verplicht is een blaastest te doen. Dat is momenteel niet het geval en volgens het Openbaar Ministerie zou dat veel schelen bij de komende alcoholcontroles. Het Curaçaose parlement zal aanstaande vrijdag tijdens een vergadering van de Centrale Commissie praten over het coronavirus. Het gebeurt met de minister van Volksgezondheid, Suzy Camelia Reumer. De minister zal daarbij ingaan op de maatregelen die de regering tot nu toe heeft genomen om te voorkomen dat het coronavirus zich op Curaçao kan verspreiden. Partij MFK vroeg eerder deze week al voor een vergadering over dit onderwerp. De fractie van de partij MAN heeft gisteren een voorstel tot wetswijziging ingediend. Het gaat daarbij om de arbeidswetten. Volgens de partij MAN moet een werkgever voortaan verplicht kunnen worden om zijn werknemers een salarisslip te geven op het moment dat de betaling plaatsvindt. Dat is nu niet het geval en dat zorgt soms voor problemen. De MAN wil met het voorstel tot wetswijziging dit zo snel mogelijk regelen. De rust lijkt weer gekeerd bij Hotel On Vacation te Parasasa. Werknemers waren lange tijd boos omdat ze maar geen salaris kregen. De Extra meldt nu dat het salaris overgemaakt is en daarmee de gasten weer gewoon hun all-inclusive vakantie kunnen vieren bij On Vacation.